Wij willen graag gaan beginnen. Het is de uitdaging voor Barend om een sluitende gedachte te presenteren met het meenemen van inputs van de workshops. Hij doet dat een beetje Wim Kan-achtig. Hij heeft allemaal grote vellen hier neerleggen. En het is... Het is ook maar een try-out die hij doet, dus ja. Oké. Goed, Barend, ga je gang. Oké. Nou, het mogen duidelijk zijn dat bijna uit alle workshops naar voren kwam dat je de mensenrechten niet kan afdwingen. Iemand zei, gedachten denken, dat doe je zelf en niemand kan voor jou gedachten denken. Dus niemand kan ook voor jou gedachten opleggen. Vrije wil respecteren, dat soort zaken. Wat wel naar voren kwam in een paar workshops is dat soms je mensen tijdelijk even moet afzonderen. Omdat ze zo over de scheef zijn gegaan, om het zo maar te noemen. En dan een gevaar vormen voor hun medemensen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar er werd ook gelijk bij gezegd, ja, die afzondering dat is alleen maar tijdelijk. En dat werkt niet in de zin dat die mensen daardoor veranderen. Maar dan begint het werk pas. Hè. Dan moet je eigenlijk op het mentale gebied nog het een en ander doen. Bij mij in de workshop zat iemand die was gisteren in een Leeuwarden, was het geloof ik, een gevangenis had hij bezocht. Waar mensen, sommige 25 jaar al vast zaten of een straf hadden van 25 jaar. En eigenlijk, weet je, somber verhaal, was er nauwelijks wat gebeurd op het mentale gebied. Nou, als je dat dan bekijkt in het licht van reïncarnatie. Ja, dus die mensen komen ooit weer eens terug in een volgend leven en er is eigenlijk dan niks gebeurd. Dan verspil de moeite en het probleem is nog steeds hetzelfde. Gelukkig, en dat kwam in twee workshops naar voren, dat is toch wel interessant, werd ook het geval van Uruguay aangehaald. Waar men een gevangenis heeft, wat eigenlijk geen gevangenis is, maar gewoon een wijk van Montevideo heeft men afgezet. Waar mensen gewoon zelfstandig kunnen leven, een eigen zaakje kunnen oprichten, contact hebben met de buitenwereld en zo leren om met elkaar om te gaan. En leren ook om straks een nuttige bijdrage te kunnen leveren in de samenleving. De werkelijke toetssteen komt natuurlijk pas op het moment dat ze echt vrij zijn. Hè? Een voorbeeld was ook van een participatiesamenleving, waarin dat in Amsterdam, begreep ik, van bovenaf werd opgelegd. En dan blijkt het toch altijd minder te werken als mensen er zelf achter kunnen staan. Het komt er eigenlijk altijd op neer, vat ik zo'n beetje samen, dat als je de mensenrechten wilt respecteren, dat je ze vooral moet leven in je eigen leven. Want dan herken je en erken je de rechten van de ander ook. Zelfs als mensen op vreselijke wijze de mensenrechten hebben geschonden. Denk aan Mohammed B. hier in Nederland, moordenaar van Theo van Gogh. Of nog erger, die kerel in Noorwegen, die Breivik, die 77 jongeren had doodgeschoten. Zelfs die mensen moet je altijd behandelen en berechten volgens de mensenrechten, dus met een humane straf, zeker in het licht van reïncarnatie, want ze komen natuurlijk weer eens in de samenleving terug, hetzij in dit leven, hetzij in een volgend leven. En als je daar niet, althans geprobeerd hebt, iets van mentaliteit te doen veranderen, dan zit je in een volgende leven weer met hetzelfde probleem. Hoe moeten we die mensenrechten leven en hoe moeten we ze implementeren? Dat was eigenlijk de tweede vraag. Wat moet een leider doen? In feite, dat kwam ook wel bij onze workshop en de andere dacht ik ook naar voren, zijn we allemaal leiders. We denken bij leiders misschien vaak aan koningen, aan presidenten of captains of industry of zo. Maar als wij over dit soort zaken nadenken en bepaalde conclusies trekken met betrekking tot ons eigen leven
En ik weet dat bij een hoop mensen dat proces nog steeds aan gang is, want we zijn nog steeds erover na aan het denken wat nou die leider is en hoe die kan inspireren. Maar dan zijn we in feite nu al, ten opzichte van mensen die daar nog niet over nagedacht hebben, een leider. En wij zijn dan in zekere opzicht een trendsetter en kunnen een bepaald plan uitzetten. Nou, de Chinese wijsgeer Lao Tse, hij is gisteren op zijn osje ook al een paar keer voorbij komen rijden. Die heeft zo'n 2500 jaar geleden zeer interessante ideeën verkondigd over dit idee. Dus hoe we in het leven moeten staan, hoe we iedereen moeten respecteren, wat een ware leider is. Natuurlijk gebruikte hij niet de woorden die wij nu gebruiken. In een klein boekje, de Tao Te Ching, drukt hij zich uit in paradoxen, schijnbare tegenstellingen, maar wel uitspraken die ons tot nadenken stemmen. Hij spreekt niet over mensenrechten en niet over verklaringen van mensenrechten, maar toch kunnen wij die paradoxen gebruiken en geven ze een richting, ook op de vragen die wij in die workshop gesteld hebben. Allereerst zegt Lao Tse, en dat kwam in onze workshop ook naar voren, dat een ware leider nooit voor het volk uitgaat, maar de ware leiders gaan achter het volk aan. Dat werd bij ons ook gezegd. En dat betekent dat ze niet ons vertellen wat wij moeten doen. Ze commanderen niet. Maar als Lao Tse zegt dat de ware leider achter het volk aangaat om het niet voor de voeten te lopen, dan bedoelt hij dat mensen hun eigen pad moeten kiezen, maar dat ze daar wel bij geholpen moeten worden. Dus gestimuleerd en vooral geïnspireerd moeten worden en kunnen worden door natuurlijke leiders. Wie zijn dan die natuurlijke leiders? Daar geeft Lao Tse ook een aantal leuke aanwijzingen voor. Hij zegt, de grote heersers worden door de mensen niet opgemerkt. De minder grote, die hangen ze aan en loven ze. De lagere, die vrezen ze, en de nog lagere, die verachten ze. Dus, en ook dat kwam in de workshop naar voren, de ware leider hoeft niet altijd degene te zijn die ook de functie van leider bekleedt. Ik gaf toen als voorbeeld Mahatma Gandhi, die binnen de Congress Party geen enkele functie had, maar iedereen erkende hem als de ware leider van die bevrijdingsbeweging in India. Ofwel, de ware leider hoeft niet altijd op de voorgrond te treden, dus een inspiratieve aanwezigheid wordt soms niet eens opgemerkt, terwijl die er toch is. Als we praten over de meesters of de adepten, dus die menselijke wezens die ons ver vooruit zijn, die een veel groter besef van de samenhang der dingen hebben, dan praten we niet over de bazen of over de chefs, in de zin van dat ze mensen voortdurend opdrachten geven die anderen dan blind moeten uitvoeren. Dat zijn meer de leiders die gevreesd en veracht worden. Maar de natuurlijke leiders begrijpen beter dan wie dan ook dat in een harmonische samenleving mensen dienstbaar zijn ten opzichte van elkaar en hun eerste houding, dus de eerste houding van een natuurlijke leider, is daarom dienstbaarheid. Zijn natuurlijke eigenschap die logischerwijs voortvloeit uit hun groter inzicht in de achterliggende eenheid van die uiterlijke verschillen, waardoor de mensenwereld gekenmerkt wordt. Maar in de filosofie van Lao Tse wordt naar die eenheid verwezen met het begrip Tao. Ook dat kwam gisteren naar voren. Het wordt wel vertaald met weg of pad, maar feitelijk is het een onvertaalbaar woord dat je wellicht beter nog grenzeloosheid kunt noemen. Allesomvattend begrip. Dat ligt ook voor de hand, want de grenzeloosheid doordringt alles. Want deed het dat niet, dan was het niet grenzeloos. En vandaar dat in de Tao Te Ching de paradox staat. Het touw dat genoemd kan worden, is het ware touw niet. Het kan niet begrensd worden, je kan het geen naam geven, je kunt niet zeggen dit is het. Want als je zegt dit is het, dan is het iets anders niet. En toch kan de wijze, dus de natuurlijke leider, een beeld hebben van touw. Ja, hij zal een beeld hebben van touw. Hij zou dus een besef hebben van eenheid. En dat besef zal altijd in zijn bewustzijn aanwezig zijn. En als dat het geval is, en als we over leiders praten, praten we ook over u natuurlijk. Hè? Want niet alleen de leiders met een
dikke vette hoofdletter, maar wij alle kunnen leiders zijn ten opzichte van onze medemensen. Als dat het geval is, heb je een bepaalde mentaliteit, een bepaalde levenshouding, waarbij je de mensenrechten altijd bent, omdat je daarvan bewust bent dat je de achterliggende eenheid achter dat leven bent. Nou, die levenshouding wordt in het Chinees omschreven met het begrip wu wei. Als je het begrip zou vertalen, dan kom je tot omschrijvingen als niet handelen tegen de aard der dingen in. Maar soms wordt het ook omschreven als wij, wu wei. En dan wordt het vertaald als handelen door niet handelen. Of handelen zonder inspanning. In de Tao Te King staat, Tao is altijd niet handelen en toch is er niets wat het niet doet. Hoe moeten we dat opvatten? Nou nu, als je voortdurend in het besef van eenheid leeft, dan draag je als het ware al je handelingen op aan die eenheid. Je handelt wel, natuurlijk handel je. Je kunt niet leven zonder handelen. Je eet immers, je praat, je ademt, je gaat met mensen om, enzovoort, enzovoort. Maar al die handelingen doe je in die zin doelloos. Het wordt dan ook wel omschreven als doelloos handelen, maar niet in de zin dat het helemaal geen doel heeft, maar doelloos handelen in de zin dat je geen persoonlijk doel nastreeft. Je doet dus de dingen niet om er zelf beter van te worden, je doet het om het geheel te schragen. Je doet het omdat je een deel weet van de eenheid en je daarom een intrinsieke bijdrage wilt leveren aan het geheel. Het is hetzelfde begrip dat in de Bhagavad Gita wordt omschreven met de term karma yoga. Handelen ter wille van de handeling en niet ter wille van het resultaat. Je beoogt niets voor jezelf. Je bent in feite als de zon die schijnt en daar niets voor terug verlangt. Hoe wij wordt heel vaak met water vergeleken. Water vloeit, biedt geen weerstand. Het lijkt alsof het heel zwak is en niets doet. Maar het kan de meest massieve stenen verpulveren. Het stroomt overal en kan de kleinste ruimte vullen. In de Tao Te King staat, als vorsten en koningen zich aan het principe van hoe wij zouden kunnen houden, alle dingen zich vanzelf zouden ontwikkelen. En waarom is dat zo? Kijk, als de leidinggevenden niet zouden streven naar een bepaalde positie, of naar promotie, of naar macht, of naar aanzien, dan zou deze mentaliteit zich allengs verspreiden onder de gehele bevolking. De wijze heeft geen zelf dat hij het zijne kan noemen. Hij maakt het zelf van het volk zijn zelf. Ofwel, hij heeft zich zo met alle mensen vereenzelvigd dat hij niets voor zichzelf wenst, daarom ook geen bepaalde positie ambieert of een bepaalde rang wil innemen. En die houding zou zich langzaam over het Rijk verspreiden. In onze workshop toen werd gesproken over hoe zo'n leider nou inspireert, kwam iemand met een voor mij toch wel hele inspiratieve gedachte. Hij zegt, zo'n leider die zou eerst een paar mensen om zich heen verzamelen, ja, die aangetrokken worden tot die karakteristiek. En in feite vormt hij dus zo een kern van discipelen of mensen die die ideeën ook willen uitdragen. En ik zeg nou een beetje in mijn eigen woorden, maar als je zo'n kern vormt en zo'n kern is hecht, dus die mensen werken echt hecht samen onder leiding van die leider, net als de vingers van één hand, zoals dat in de Stem van de Stilte staat, dan zou dat een enorme aantrekkende werking uitoefenen op andere mensen. Ja, en dan zou dus langzaam dat idee van wu wei, zoals dat in het Chinees heet, zich verspreiden onder het volk. Wu wei is dus ook onderricht zonder woorden. We zeiden het al, de ware leider gaat achter het volk aan, hij is het lichtende voorbeeld. Een maatschappij ingericht op basis van wu wei, daarin zou dus geen ambitie zijn, maar ook geen stress. Niemand zou dingen doen die boven zijn macht en kracht liggen, maar niemand zou ook werkeloos toekijken. Iedereen heeft wel wat te geven, namelijk precies datgene wat hij is, wat hij
van zichzelf gemaakt heeft. De ware leider kwam ook in de workshops naar voren, in sommige althans, zou ook niet echt gekozen hoeven te worden. Ja, het is niet zo dat alleen maar in een democratie of in een bepaalde functie die iemand inkleedt, dat hij daardoor de ware leider is. Nee, die ware leider dient zich vanzelf aan. Want er is een hiërarchische structuur in de natuur. En je zag dat bijvoorbeeld, dat kwam ook in mijn workshop naar voren, dat op het moment dat er een noodsituatie is, zoals in 1953 in Zeeland, toen bij de watersnoodramp, dat mensen die nooit een leidinggevende functie hadden, dus niet de burgemeesters of zo, maar anderen, dat die bepaalden wat er ging gebeuren. Wie gaat er in die roeiboot en zo. Dus die natuurlijke leider, die dient zich vanzelf aan in de menswereld. Als wij als geheel ook maar openstaan voor dit soort zaken. Als we leefden in dat besef van touw, dan zou iedereen overeenkomstig zijn eigen swabhava, dus overeenkomstig zijn eigen levenskenmerk, zijn plaats in de samenleving kunnen innemen. Ook die natuurlijke leiders. En het Rijk, zo zegt Lao Tse dat dan, zou geregeerd worden door je niet met de zaken te bemoeien. Dat is bestuurskunst volgens Wu Wei. Dan hebben we geen regels nodig, geen voorschriften, geen verklaringen van mensenrechten en zelfs geen menselijke wetten meer. Want iedereen zou de ruimte hebben om zich te ontplooien en de vrucht van die ontplooiing te offeren aan het welzijn van iedereen. Ofwel op basis van de eigen ontwikkeling, de eigen talenten, eigen unieke kenmerk dat men heeft, zal men voor het totaal gaan leven zonder enige vorm van beloning daarvoor te willen hebben. Dan ontstaat de samenleving waarin rechtvaardigheid heerst, omdat iedereen doet wat hij kan om het geheel te ondersteunen en krijgt hij wat hij nodig heeft om dat te doen. Dat was eigenlijk de achtergrond van die derde vraag, waarin we praten over die dynamische harmonie. Juist doordat er verschillen zijn tussen mensen, kan zo'n dynamische harmonie ontstaan, omdat iedereen anders is, maar iedereen wel datgene wat hij is kan inbrengen ten behoeve van het totaal. Er zou dan nooit overvloed zijn, maar ook nooit behoefte. Ja, we zouden met elkaar voldoende in huis hebben om elkaar fysiek, mentaal en vooral ook spiritueel te voeden. In een samenleving gebaseerd op Wu Wei wordt geen belang gehecht aan status, positie, bezit. Je kunt jezelf afvragen of er überhaupt nog wel sprake is van bezit. Bezit is immers in het licht van het grote touw een illusie. Bezit verlies je altijd. Ieder mens sterft en laat wat hij zijn bezit noemt achter. Beschouw daarom de materie niet als je bezit, maar beschouw het als een hulpmiddel dat je tijdelijk nodig hebt om hier op aarde je te kunnen manifesteren. Leven volgens Wu Wei is hetzelfde als de mensenrechten leven. Je ziet de samenleving als één groot organisme waarin iedereen met elkaar in verbinding staat, iedereen zijn functie heeft en dankzij elkaar worden we in staat gesteld om die functie te verrichten en die functie steeds universeler te maken en zo steeds grotere verantwoordelijkheid te ervaren. Er is nogmaals sprake van een dynamische harmonie. Juist omdat vanwege de interactie tussen mensen de mensen altijd uitgedaagd worden om te doen wat ze goed doen en wat ze steeds beter zouden moeten doen. Zijn functie verrichten betekent eigenlijk zijn leven, zijn inzichten, zijn wijsheid doorgeven, inbrengen ten dienste van de anderen. Wellicht denkt u dat we een erg utopisch beeld schetsen. Na die vraag van de eerste lezing ben ik een beetje voorzichtig nu. Maar het ideaal is te realiseren. Sterker, het zal ooit gerealiseerd worden. Ooit zal de meerderheid der mensen dit ideaal leven. Maar we moeten daar nu al mee beginnen met het leggen van de fundamenten daarvan. Hoe bereiken we dan zo'n staat van Wu Wei in de samenleving? Door de verandering nooit buiten onszelf te plaatsen. Je moet dus ook niet naar verandering streven, want dan plaats je het buiten je.
Maar je moet die verandering zijn. En dat kwam heel nadrukkelijk in alle workshops naar voren. Wees zelf het voorbeeld in gedachten en daad. Dus je moet niet denken, we gaan eerst dat doen en dan gaan we dat doen. En dan hebben we die ideale samenleving. Zo'n houding is funest, want dan zoek je de oplossing altijd buiten jezelf. Dan zeg je, als we nou eerst maar die nieuwe regering hadden. Of als nou de Verenigde Naties hervormd waren, dan... Nee, wees zelf de verandering die je nastreeft. En dat wil zeggen dat je de rechten van elk mens respecteert, dat altijd doet in je denken, ook als je boos bent, ook als die ander de mensenrechten niet heeft gerespecteerd. Ja, de Europese landen die hebben een uitgesproken talent om andere landen altijd te wijzen op het feit dat zij de mensenrechten overtreden. Maar als ze zelf geconfronteerd worden met een probleem dat zij voor zichzelf te groot achten, zoals die vluchtelingenstroom, dan schenden ze zelf de mensenrechten. Dan schenden ze in feite de overeenkomsten die ze zelf getekend hebben. Dat is natuurlijk niet leven volgens Wu-Wei. Zolang we nog niet in een samenleving leven die op Wu-Wei is gestoeld, dan kun je wel bepaalde methoden hanteren om zo'n dynamisch, harmonische samenleving dichterbij te halen. Maar je mag nooit de eisen die je aan die ideale samenleving stelt niet implementeren in je gedrag. Dus ook niet in de demonstratievorm eventueel die je gebruikt. Ja? Het doel heiligt de middelen nooit. Wat dat betreft kunnen we veel leren van Mahatma Gandhi. Je weet wel, uit India. De door hem ontwikkelde methode van satyagraha, dus leven volgens de waarheid, behelste altijd acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, maar, en dat is heel belangrijk, altijd op basis van ahimsa. Ahimsa wordt meestal vertaald met geweldloosheid, maar het betekent veel meer. Het is afzien van elke vorm van kwaad, dus nooit het kwaad met het kwaad bestrijden. Ofwel, nog in daad, nog in gedachten, nog in emotie of in welke andere vorm dan ook, de ander welke vorm van kwaad dan ook willen brokkenen. Ook als die ander het zelf niet zo nauw neemt met die mensenrechten. Satyagraha wordt ook nooit ingezet om persoonlijke doelen of ambities na te streven. Het dient altijd een groter doel. Het is nooit tegen iemand gericht. Het is een positieve kracht, dus altijd voor een samenleving waarin ieder zijn eigen plaats krijgt en waar de mensenrechten en dus ook de mensenplichten worden geleefd. Vergeleken hiervoor Wu-Wei met water. Niets in de wereld is zwakker en meegaander dan water. En toch wordt het bij het aanvallen van het harde en sterke door niets geëvenaard. Het zachte kan het sterke overwinnen en het meegaande het harde. Henriette Roland Holst, Nederlandse dichteres, die dichtte: het zijn de zachte krachten die uiteindelijk overwinnen in het eind. En dat is waar. Vooral als die zachte krachten samenwerken, dus een kern vormen, een kern van universele broederschap, want dan zal het Wu-Wei-water. En dat is wat anders dan het wijwater met een lange ei. Ja? Dan zal het wijwater steeds breder worden, waardoor steeds meer mensen aangespoord worden vanuit die innerlijke kern in zichzelf te leven en gestalte te geven aan de feitelijke broederschap, dus aan de eenheid van het leven. Over die eenheid zelf en over de motieven waarom je die eenheid zou moeten nastreven, erin opgenomen moeten worden, daarover zullen we na de lunch verder met u van gedachten wisselen. Herman. Dankjewel, Barend. Ik ben geloof ik een beetje over de tijd, hè? Maar dat komt door de workshops. Nou ja, het ligt erom hoe je het definieert natuurlijk. Het is 12:30. We hebben dus de start van onze lunch. Ik kan me voorstellen dat u nog hier wat vragen op zou kunnen reageren. We hebben vanmiddag een workshop om 14:30. Dat is een plenaire, dus die doen we allemaal in deze zaal. Ik zou zeggen, als u uw vragen even wil bewaren tot dan,
Barend is er ongetwijfeld bij. Dus dan kunnen we dat proberen dat dus op te lossen. Dus ik zou zeggen, laten we onze lunch beginnen en ik verwacht u graag terug om 2:00. Oké. Okay.